Mijn naam is Frank Verhoekom. We zijn hier in Bieringerwaard, Noord-Holland. We telen suikerbieten, wintertarwe natuurlijk, zomertarwe. Gele en rode saaiuien, potenaardappels en aardappels voor de supermarktconsumptie. Ja, we doen het bedrijf samen met mijn vader en met mijn broer. 34 jaar geleden hebben onze vader en oom een nieuwe 3580 gekocht. Dat is echt bewezen techniek, betrouwbaar gebleken en vriendelijk in onderhoud en schoonmaken en bediening. Vandaar eigenlijk dat we weer voor Deutz Var zijn gegaan. Bij deze machine is dat beter geworden. Deutz Var heeft toch eigenlijk heel veel gelaten zoals het was. Het goede echt bouwen, echte verbeteringen doorgevoerd, zoals de luchtventilatoren. Maar nu hebben we geen ventilatoren meer, maar een schoepenas. En dat zorgt voor een prima luchtstroom. Ook de aandrijving bij de lucht van de snaar niet goed. Dat is nu ook weg. Verder is de invoervijzel verbeterd met meer pennen, andere diameter. Ook scherpe punten erop gemonteerd. Alles met elkaar merk je dat die meer in balans is, de machine. Ja, en alle kleine beetjes maakt met elkaar in een heel moeilijk seizoen toch dat je je werk goed kan verrichten. Ja, je merkt als de omstandigheden moeilijker zijn, 's avonds laat bijvoorbeeld, dat je dan de turboseparator er iets krapper op zet. Dan blijf je eigenlijk met verliezen wat beperkt en dat is wel een aanwinst. Het is nog wel wennen, wat leren werken. In dit seizoen ook wat lastiger dan normaal. Strookkwaliteit is heel erg belangrijk. De oude machine was daar vrij sterk in. Maar Deutz is daar altijd wel mee bezig geweest. Dat was voor ons wel doorslaggevend ook. De kaffespreider die hadden we op de vorige machine ook niet. Het zorgde toch voor dat je stro schoner in het zwad ligt. Daardoor beter droog. En de vorige was ook een 5 schudder. En we hebben toch iets meer capaciteit. 6 schudden was voor ons een stap te ver. Deze heeft van die vetnippelblokjes. Dus dat je met één vetnippel meerdere nippels smeert. Ja, dat is echt ideaal. Bij je vorige machine, omdat het wel heel veel werk was, dat je hem nu regelmatiger smeert. Deutz heeft toch heel veel te bieden op heel veel fronten eigenlijk. Deutz is wel wat onderschat. Ze maken bijvoorbeeld een heel mooi smal frame. Ja, je bandenmaat eigenlijk lekker smal blijft op de weg. De schudders zijn mooi met konische verstelbare lagers bijvoorbeeld. De motor die wordt mooi aan twee kanten belast. En je kan overal keurig bij. Daardoor creëer je ook heel veel ruimte en een mooie belasting op je motor. En ook met schoonmaken is het gewoon heel prettig. Dus ik zou iedereen aanraden om Deutz zeker mee te nemen.